In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Eén God. Amen. Happy New Year! Zoals jullie weten is het vandaag Koptisch Nieuwjaar. Het Koptisch Nieuwjaar. Anders dan het nieuwjaar wat de rest van Nederland viert. Maar toch heel belangrijk om het verschil te weten. Waarom vieren we Koptisch Nieuwjaar op een ander moment in het jaar en hebben we een andere jaartelling? Dat komt omdat wij beginnen te tellen in het Koptisch Nieuwjaar op een ander moment dan de na Christus en voor Christus. We beginnen bij keizer Diocletianus. Waarom? Toen keizer Diocletianus aan de macht kwam, kwam de periode waarin de ergste martelingen hebben plaatsgevonden in het keizerrijk en vooral in Egypte. Vooral in Egypte was het hoogtij van het martelaarschap in de regering van keizer Diocletianus. En wij beginnen dus de jaartelling, jaar 0 van het Koptische kalender, begint met het jaar dat keizer Diocletianus aan de macht komt. En dat is dus 284 na Christus. 284 na Christus komt overeen met het jaar 0 anno martyrum. Wat is anno martyrum? Het jaar van de martelaren. Dus we beginnen anno martyrum te tellen. Dus AM is anders dan na en voor Christus. En zoals jullie weten, horen er bij het nieuwe jaar altijd goede voornemens. En daarvoor hebben we vandaag een vers gekozen die is opgeschreven in de Bijbel door Sint Paulus. En Sint Paulus heeft deze vers opgeschreven in een brief aan de Korintiërs, namelijk de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 17. En in die vers staat: daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. Deze vers staat dus in 2 Korintiërs 5, 17. Belangrijk om een vers goed te begrijpen, zoals we allemaal kennen, is dat we de context goed begrijpen. Sint Paulus schreef deze brief aan de Korintiërs. De Korintiërs waren Grieken. De Grieken uit de tijd voor de Heer Jezus waren gewend en waren geleerd dat het leven hier op aarde het mooiste leven is. En dan komt er na de dood wel een soort leven, maar het is allemaal minder. Dus zij leefden met het motto: pluk de dag. Vandaag is beter dan morgen. Alles verandert en er wordt minder. Geniet van het moment nu. En dat wilde Sint Paulus ook mede veranderen in deze vers. Naast de context is ook belangrijk om even in je achtergrond te houden of in je achterhoofd te houden wie deze vers heeft opgeschreven. En dat was Sint Paulus. Sint Paulus was iemand die in zijn verleden, in zijn best wel donker en duistere verleden, iemand was met veel aanzien in zijn maatschappij, bij de mensen om zich heen. Het was iemand die een hoge opleiding had gehad. Het was iemand die politiek actief was. Het was iemand die ook gewoon superveel wist over het Joodse geloof, want hij was echt best wel extreem in zijn geloof. En daardoor was hij ook heel erg extreem tegen dat nieuwe geloof wat kwam, tegen het christendom. En we weten allemaal hoe zijn bekeringsverhaal is gegaan, zoals we dat kunnen lezen in de handelingen. Maar Sint Paulus was iemand met een donker verleden. En het is goed om dat in je achtergrond, in je achterhoofd te houden als we deze vers aan het lezen zijn. Dus in het vlees was Sint Paulus, in het begin, wij beginnen allemaal in het vlees... Was hij krachtig? Was hij sterk? Had hij aanzien? Was hij bemind onder de mensen? Na zijn bekering zien we iets heel anders. Zien wij een Sint Paulus die in geen enkele stad wordt geaccepteerd door de mensen waar hij wil preken. Over de Heer Jezus. We zien dat onder de apostelen zelf er ook het een en ander aan gevoelens is over deze persoon die in het verleden christenen heeft vervolgd. Dus we zien Sint Paulus veranderen, een verandering doormaken. Vanuit in het vlees, als sterk persoon, als iemand met aanzien, naar een persoon die niet zo bemind is. En die het heel moeilijk heeft en struggelt om overeind te blijven als een prediker, als een apostel van de Heere God. En daarnaast werd zijn leven hem ook niet per se makkelijker gemaakt. Sint Paulus kreeg in zijn nieuwe leven, in de nieuwe schepping die hij was geworden, kreeg hij een doorn in het vlees. In de tweede brief van de Korintiërs, dus in hetzelfde boek, in de Bijbel, in hoofdstuk 12, noemt hij dat hij een doorn in het vlees heeft gekregen van de Heer. En hij heeft God 3 keer gesmeekt om daarvan af te komen, dat God hem van hem weg zou nemen. Maar God heeft tegen hem gezegd: nee, mijn genade is voor jou genoeg. En ik laat die doorn in jou. Ik laat die ziekte in jouw lichaam zijn. Want ik wil dat jij me dient met deze ziekte. En dat is oké. Daar heb je niet meer voor nodig.
Je hebt mij nodig. Je hebt niet meer nodig. Je hebt die aanzien die je eerst had niet nodig. Je hebt die mensen om je heen niet nodig. Je hebt zelfs je gezondheid en jouw lichaam, wat je eerst had, heb je niet nodig. Je hebt mij nodig. En in deze verandering, waarin we in het vlees de kracht zien veranderen naar ziekte, zien we toch dat het geestelijk verandert naar kracht. Dus zijn doeken die de sappen die uit zijn lichaam, uit zijn huid kwamen, vanuit zijn ziekte en de gordel die hij om had, als mensen die ziek waren, die ontvingen en vasthielden, genazen zij weer wel van hun ziektes. En zo hielp zijn ziekte, zijn zwakte, of in de zwakte in de ogen van de mensen, Sint Paulus in zijn geestelijke strijd om de mensen de Heer Jezus te leren kennen en tot verlossing te brengen en te bekeren. Dus we zien Sint Paulus hier veranderen van bemind naar onbemind en van sterk en jong naar oud en ziek. En dat alles werkt voor het woord van God, voor het verspreiding van het woord van God, en hij groeit in aanzien met God. Dus we zien een grote verandering. En dat is waar Sint Paulus het in deze hoofdstuk ook over heeft. Hij heeft het erover dat de wereld vergankelijk is. Alles verandert. Mensen gaan dood. Schoonheid verandert. Alles wordt minder. En dan komt deze vers dus naar voren en waar wij er dus uit moeten gaan leren. Als we de vers er weer even bij pakken, dan moeten we dus lezen dat er eigenlijk drie dingen in staan. De vers bestaat uit drie componenten. Drie voorwaarden eigenlijk om een beter mens te worden. Om jouw reis van donker naar licht te maken. De allereerste is, iemand moet in Christus zijn. Het tweede is, het oude moet voorbij gaan. Dus ik moet accepteren dat het oude voorbij gaat. En het derde is, dat ik ook moet omarmen dat er nieuwe dingen in mijn leven komen. Dat er dingen zullen veranderen. Ten eerste staat er daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Als iemand in Christus is. Het belang is, met alles wat we willen veranderen en elke keer als wij nieuwe veranderingen wensen in ons leven voor het nieuwe jaar wat er komt, is dat alles wat wij doen gebeurt in Christus. Dus als iemand vasthoudt aan Christus, is de belangrijkste voorwaarde voor de positieve verandering. En dat maakt ook dat het niet extreem grote dingen hoeven te zijn. We willen in Christus zijn, dat is ons hoofddoel. Dat is wat wij duidelijk moeten hebben. En als daarvoor nodig is dat ik leer om minder te praten, of dat ik iets minder wil schelden, of dat ik mijn naaste nog meer wil liefhebben, dan is dat iets kleins voor dat grotere doel. Dus het hoeft allemaal niet extreem. Maar de belangrijkste voorwaarde ten alle tijden, ook met het formuleren van wat ik wil veranderen, met het bedenken hoe mijn reis naar Christus moet zijn, met het bedenken hoe ik met mijn biechtvader dat bedenk, is dat alles gebeurt in het licht van in Christus zijn. De tweede voorwaarde is dat we accepteren dat het oude is voorbij gegaan. Zoals Sint Paulus een heel donker verleden had, hebben wij vast ook allemaal dingen gedaan waar we spijt van hebben. We hebben keuzes gemaakt die misschien niet helemaal oké waren. We hebben misschien fouten gemaakt, we hebben zondes begaan die misschien niet helemaal oké waren, maar waar we misschien toch wel een beetje van hebben genoten destijds. En er zijn dingen gebeurd in ons verleden waar we niet helemaal blij mee zijn of tevreden over zijn. Maar het is heel moeilijk om vooruit te komen als je continu achteruit blijft kijken. Dus wat Sint Paulus hier zegt is, het is oké. Accepteer dat dit is gebeurd. Er is een reden waarom dit allemaal is gebeurd. Anders was je niet op dit moment in jouw leven beland. Dus dit was allemaal goed voor een reden. Je bent goed genoeg voor God. Ik was ook goed genoeg voor God met alles wat ik heb gedaan. Met al die mensen die ik heb vervolgd en laten vermoorden. En toch was ik goed genoeg voor God en heeft hij mij weten te gebruiken. Dus zolang jij in Christus het licht blijft opzoeken, is die hele geschiedenis niet meer relevant. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Het is oké dat je allemaal pijn hebt geleden of misschien veroorzaakt. Maar het is belangrijk dat ik vooruit blijf kijken en niet continu achteruit. Dit was ervaring, dat was levenservaring, dat gaat allemaal in mijn rugzakje. Maar daarna hoef ik er niks meer mee. God vindt mij goed genoeg. Ik moet wel de verantwoordelijkheid nemen om kleine stapjes vooruit te zetten. En dat er nieuwe dingen in mijn leven komen, daar komen we zo op. Maar het oude mag rusten. En het laatste deel van de vers, zie, alles is nieuw geworden. Wat Sint Paulus ook noemt in de tekst voor deze vers, is dat de discipelen ook iets nieuws moesten accepteren, een nieuwe situatie. Zij waren gewend om de Heere Jezus tastbaar en fysiek onder zich te hebben.
En heel vaak denken wij terug van, oh, wat zou het mooi zijn als we dat zouden meemaken, want die hebben het echt meegemaakt. En die discipelen die hebben dat dus echt meegemaakt. En toch moeten zij ook het nieuwe accepteren, het nieuwe omarmen, zoals Irini zegt. Waarom? Want de Heere Jezus stuurde de Heilige Geest voor de nieuwe stap in het verhaal van de verlossing. Die nodig is, zodat wij uiteindelijk met de Heere Jezus kunnen zijn in al zijn glorie. En dat wij uiteindelijk voor altijd blij kunnen zijn. En dit is dus een ontwikkeling waarbij nodig is bij de verandering dat wij het nieuwe accepteren en omarmen. Niks in de wereld blijft hetzelfde. Onze reis met de Heere Jezus verandert van jaar tot jaar en van moment tot moment. En het nieuwe wat er komt, moeten we omarmen. Al is het zo dat je in het verleden een tijd hebt gehad waarin je het gevoel had dat je bij het bidden veel vuriger aan het bidden was. En nu dat niet zo voelt, kan dat een nodige stap zijn in jouw verlossingsverhaal. Zolang je de Heere Christus vasthoudt. Dus om de vers opnieuw te herhalen. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. Dus die drie voorwaarden die we net hebben genoemd. Wees en blijf in Christus. Het tweede is, laat het oude zijn. Hè? Accepteer dat wat er is gebeurd. En het derde is, omarm het nieuwe. Zoek het licht op, blijf in God. Nof Rishoy. Van harte gefeliciteerd met het nieuwe jaar. Wij zien jullie de volgende keer bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Eén God. Amen.